We hebben hem uitgenodigd. We hebben elkaar ontmoet een paar maanden geleden in Marokko, in Marrakesh, bij de jaarvergadering van het IMF. En we hadden daar een meeting, Suriname en de Wereldbank, een hele goede meeting. En daarbij is die uitnodiging uitgegaan. Er is een goede samenwerking tussen Suriname en de Wereldbank. Laat me zeggen dat het feit dat de vice-president van de Wereldbank naar Suriname komt. Een maandje geleden hadden we de tweede man van het IMF, de deputy managing director. We hebben nu de vice-president van de Wereldbank. Dat ook dit een uniek bezoek is, omdat het de eerste keer is dat op zo'n hoog niveau, op het tweede niveau van die organisatie, iemand naar Suriname komt. En zeker is bijzonder, omdat we geen uitgebreid groot programma hebben met de Wereldbank. We hebben twee projecten lopen die uit 2019 zijn, die toen getekend zijn, stagneerden heel erg. En die nu eigenlijk goed lopen, dankzij de inzet van drie collega-ministers, openbare werken, met het Saramaka-kanaalproject en minister Abiyamofo met een deel van het Mineraleninstituut en minister Kuldeep Singh van EZ met het SURF-project voor ondernemerschap. Dus die twee projecten, het zijn drie componenten, maar het zijn twee projecten. Die twee projecten die lopen goed. En, maar waar de Wereldbank vooral onder de indruk van is, is dat het met Suriname, met het IMF heel erg goed loopt. En dat ook zij bereid zijn om nadere steun te geven. De Wereldbank is samen met het IMF opgericht ooit. In de jaren 40 na de Tweede Wereldoorlog, waarbij het IMF de harde kant van het bedrijf zou doen, dus de macro-economie, de begroting, de centrale bank, al die moeilijke dingen, en de Wereldbank de financiering zou doen van de ontwikkeling. Hoe zorgen we dat het onderwijs en de gezondheidszorg weer op gang komen, dat het ondernemerschap weer op gang komt. Dus die twee delen horen bij elkaar. Het bezoek van de Wereldbank is dus ook niet toevallig. Dat ze hier zijn. Het past heel goed samen met het IMF-traject wat we aan het uitvoeren zijn. En het betekent dat zij dus op goede, soepele voorwaarden kunnen helpen de verdere ontwikkeling van Suriname. Het betekent vooral niet op de eerste plaats dat we à la dol meer leningen gaan nemen. Laat me zeggen, de mensen die zich zorgen maken, ik hoor af en toe dat mensen zich zorgen maken, nemen we te veel leningen? Nee. Elke cent die we erbij lenen wordt eerst afgecheckt met ons bureau voor de schulden, ons bureau voor de staatsschuld. Dat is een degelijk goed bureau. En als er een negatief advies moet geven worden, geven ze dat ook echt wel, minister. Dit niet doen, dat mag u overwegen, maar liever niet. Dat bureau voor de staatsschuld doet heel erg goed en goed werk. Dus het is niet zo dat we à la dol leningen nemen. Maar wat het wel zegt, is dat wij niet, als we ergens geld voor nodig zouden hebben voor ontwikkeling, dat we niet naar allerlei loesje partijen hoeven te gaan, dat we niet naar de kapitaalmarkt hoeven te gaan om tegen hele hoge rentetarieven geld te gaan lenen. We hebben bij die Oppenheimer hebben we tegen 30% bijna rente hebben we moeten lenen. Als we hier dit soort leningen kunnen krijgen, zitten we er tegen 1-2% aan. En dat maakt een groot verschil. De Oppenheimer-lening had geloof ik een looptijd van 12 jaar. Bij dit soort leningen hebben we een looptijd van 20 jaar. We moeten het veel langer aflossen. Hele soepele voorwaarden. Dus dat betekent het wel dat we niet de richting op hoeven te gaan van dure negatieve leningen voor het land als we ze nodig hebben. Dat betekent niet dat we à la dol alle leningen moeten opentrekken. We zullen daartoe, als dat gebeurt, als dat risico ontstaat, zullen we ook het signaal krijgen van instituties als het IMF van jongens, opletten, dit gaat niet goed. Maar het bezoek van de Wereldbank is, net zoals het bezoek van het IMF een maand geleden, is high level. Het is ondersteunend naar Suriname. Dus in de toespraak van die vice-president hoor je ook de complimenten die gemaakt worden aan het leiderschap in Suriname, ook de bevolking van Suriname, voor de offers die gebracht zijn en de resultaten die zijn neergezet. Er zijn niet veel landen die dit in zulke goede harmonie met elkaar tot stand brengen. En ook vandaag dat de president zegt, de nadruk erop legt, de offers zijn gebracht door het volk, wij moeten
wij moeten kunnen teruggeven aan de mensen. Mensen moeten weten waarvoor ze de offers gebracht hebben. En je ziet dat de Wereldbank daar ook op reageert en zegt, laten we die 22,5 miljoen die nu beschikbaar komt straks, dat wij dat inzetten voor, laten we meedenken met jullie, voor gemeenschapsprojecten. Voor scholen, voor buurthuizen, voor basisgezondheidszorg, voor polyklinieken in de wijken, voor sportcentra. Zorg dat we die projecten, voor kleine ondernemers, dat we die projecten inzetten voor de gewone mensen. Hè. Dat is goed. Die 22,5 miljoen moet ik nog zien, maar dat zal niet korter zijn dan 20 jaar en de rente zal niet meer dan 2% zijn.